FC Groningen speelt morgenavond in de Euroborg tegen Excelsior. De Groningen staan op de 4e plaats en zijn nog altijd ongeslagen. FC Groningen beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Danny Holla ontbreekt nog. Bij FC Groningen staan de twee nieuwe jonge verdedigers, Kieftenbelt en Evans, waarschijnlijk gewoon weer in de basis. Zij kunnen terugkijken op een redelijk goede competitiestart. Ja, het voelt goed. Zoals jullie gezien hebben, was in het begin nog wat onwennig. En de laatste wedstrijd tegen Willem II en Utrecht ging het al wat beter. Voel ik me wat zekerder. En, ja, ik voel gewoon veel vertrouwen van trainen, van de andere jongens. Niet zo gek dat het in het begin wennen was, want ja, het was toch een nieuwe positie. Maar nou, net wat je zegt, zijn het toch alweer 5 wedstrijden. En, Had je dat verwacht voor aanvang van het seizoen? Verwachten. Kijk, ik ging er wel keihard voor werken. Ik kwam hier niet naartoe om op de bank te zitten of wat dan ook. Tuurlijk, je wil gewoon spelen. En, maar goed, daar heeft niemand garantie op. Daar moet je gewoon keihard voor werken. En dat heb ik gedaan in de voorbereiding. Goede indruk, denk ik, achtergelaten. En dat heeft geresulteerd in 5 wedstrijden toen. Ja, in het begin was het natuurlijk altijd een beetje aanpassen. Ik ben nieuw in deze competitie. En de speelstijl is toch een beetje anders dan ik gewoon was in België. Maar ik voel dat ik groeiende ben. En het samenspel verloopt ook week na week beter, vind ik. En wat merk je van het niveauverschil tussen de Nederlandse en de Belgische competitie? Ik vind de Nederlandse competitie iets technischer en ook iets explosiever in de korte ruimte. De bezoekers uit Rotterdam presteren tot nu toe verrassend goed en staan 6e. Het wordt geen makkelijke avond voor Groningen. Ik denk dat Excelsior redelijk gesloten zal spelen. Redelijk zal afwachten op hun eigen speelhelft. En het is aan ons om daar ruimtes in te zoeken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij goed georganiseerd blijven. En oppassen voor die counter die er toch gaat komen, veronderstel ik. Zoals iedereen weet hebben ze een hele snelle voorhoede. En daar moeten we wel voor waken. En dan kun je dat 2 dingen doen door in te zakken. Maar dat zijn we zeker niet van plan thuis. We willen gewoon op hun helft spelen. En dan is het belangrijk dat de organisatie goed staat wanneer je de bal verliest. Zodat ze die spitsen niet snel aan kunnen spelen en goed aan kunnen spelen. En daar gaan we alles aan doen morgen. Aangezien PSV, Ajax en FC Twente zondag pas spelen, staat FC Groningen bij een overwinning bovenaan in de eredivisie. Als we winnen, dan staan we dag bovenaan. Zo heb ik het tenminste gezien, de ranglijst. En daar gaan we alles aan doen morgen. Ja, dat klopt. Maar je moet het op een langere periode bekijken. We zijn een ploeg die in opbouw is. En ik denk dat we de eerste vijf wedstrijden van de competitie al een stijgende lijn zitten qua spel en qua niveau. En, hier staat echt iets op poten op lange termijn en daar werken we naartoe.